Nou, welkom bij het derde webinar. Mijn naam is, is Bart, ik ben trainer voor e-boekhouden en um, ja, ik, ik uh, neem jullie dus mee door de software. Nou, wat is het doel van vandaag? We willen vandaag uh, jullie meenemen naar het importeren van bankgegevens. We willen beginnen met het verwerken van de eerste facturen, uh, die facturen ook matchen en koppelen aan de betalingen overige betalingen verwerken en we gaan kennis maken met het digitaal archief. Nou, um, vandaag gaat er dus echt uitzien in het teken van bankgegevens en facturen. En um, ja, dit is waar iedereen mee te maken krijgt uh, die, die een onderneming heeft en het boekhoudt in ons pakket. We zullen uh, aan de gang moeten om uh, te zorgen dat we uh, gaan kijken hoe de geldstromen in elkaar zitten en, en hoe alle betalingen verantwoord worden. Nou, wat gaan we dan concreet doen? Ik uh, ga zo meteen laten zien hoe je een bankomgeving inlaat. Ik ga die bankomgeving inladen met een zogenaamd MT49-bestand. Uh, dat is in elke bankomgeving uh, gratis te downloaden. Uh, maar ik weet dat er heel veel mensen zijn die een automatische bankkoppeling hebben. Nou, dat ziet er in het programma uiteindelijk hetzelfde uit. Alleen uh, het uh, kost wat minder werk uh, als je de automatische koppeling hebt. Daarna gaan we kennis maken met het digitaal archief. Um, en in dat digitaal archief ja, daar ga ik een werkwijze voorstellen die, uh, die um, het jou makkelijk zou moeten maken en die uh, ervoor moet zorgen dat je redelijk foutloos of helemaal foutloos kunt boekhouden. En uh, ja, die, die, een, een workflow ga ik je voorstellen die gewoon uh, gemakkelijk is met het digitaal archief. Nou dan gaan we echt boeken. We gaan inkomende facturen boeken. Dus facturen die ik ontvangen heb en dus moet gaan betalen. En we gaan uitgaande facturen boeken. Um, vervolgens gaan we zorgen dat elke betaling. die we via de bank ingeladen hebben. verantwoord is. En um, alles wat we niet kunnen verantwoorden. dan uh, gaan we kijken van. Nou, wat moeten we daarmee hebben. We gaan ook posten bekijken. Dus we gaan kijken. Uh, ja, heb ik alles weggewerkt wat in mijn boekhouding zit? En ik ga nog. Uh, en dat is wel handig. automatische importregels maken. Waardoor je. Um, in uh, je bankomgeving eigenlijk zegt: nou, ik wil dat bedragen die uh, deze kosten die altijd elke maand dezelfde zijn, wil ik automatisch gaan boeken. Maar ook daar komen we straks op terug. Nou, um, betalingen en verantwoording. De, um, ik wil het gaan hebben over de bankomgeving, dus het inladen van de bankomgeving in e-boekhouden e en de verantwoording van alle betalingen. Nou, wat voor betalingen hebben we? Inkomende facturen, uitgaande facturen. En er zijn ook betalingen zonder factuur. Denk daarbij aan stortingen van het eigen vermogen. Als je bankkosten hebt, wordt er niet altijd een factuur meegestuurd. Als je bijvoorbeeld een privéopname doet voor je leefgeld. Nou, naar die betalingen gaan we kijken. Je ziet hier voor je een bankafschrift, een fictief. Met in de eerste kolom de datum van de af- of de bijschrijving. In de tweede kolom zien we een IBAN nummer staan, een naam. En in sommige gevallen nog een omschrijving. Um, dan wil ik even naar de ene laatste kolom waar ik kan zien of het een af- of een bijschrijving betreft. En in de laatste kolom staan de bedragen. Nou, het zou handig zijn als dit ook in mijn boekhoudpakket zichtbaar was. Want hierbij moet ik dus gaan kijken waar hebben deze betalingen betrekking op. Waar, is, waar ging dit over? Ik, ik kan hier bijvoorbeeld al geen btw-codes uithalen. Ik kan er heel moeilijk uithalen. Op welke grootbekrekening ik, ik iets zou moeten schrijven. Dus uh, ik heb daar meer voor nodig. Nou, wat is dat? Een, een stapel facturen. Die, uh, die moet ik uit gaan pluizen. En die moet ik invereen in gaan matchen met mijn bank. Dus ik wil elke factuur inladen in mijn boekhoudpakket. Ik wil de bankomgeving inladen in mijn boekhoudpakket. En ik wil zorgen dat er groene vinkjes ontstaan. Dat er dus een match is tussen een betaling en een, uh, en een factuur. Um, ja dat is eigenlijk wat we vandaag gaan doen en um, um, ja laten we beginnen met het inladen van de bankomgeving. Nou we hebben een automatische koppeling met een met een groeiend aantal banken. Um, elke bank vraagt daar ook een eigen uh, vergoeding voor. Um, ik kan je dadelijk ook even in de software laten zien waar je de handleidingen vindt om jouw uh, bank te koppelen. Ik ga het even doen op de overwetste manier, omdat ik aan mijn uh, webinar-account hier geen bankrekening gekoppeld heb. Ga ik laten zien hoe het moet uh, middels bestanden. Een download uit mijn bankomgeving upload ik weer in e-book houden. Uh, en dat is uh, bij volgens mij alle banken gratis. Dus je kunt dat gewoon bij alle banken kun je dat doen, of wij nou gekoppeld zijn of niet. Uh, dat gaat er dan ongeveer zo uitzien en um, uh, zo, zoals je hier ziet in de PowerPoint. En um, ja, laten we gaan kijken hoe dat, dat werkt. Laten we bankgegevens gaan importeren. Ik switch naar de, naar de software. Dus ik switch nu naar uh, e-boekhouden vanuit mijn PowerPoint. Om uh, te laten zien hoe dit uh, eruit gaat zien. Nou, ik zit in, uh, in uh, het e-boekhouden pakket. En um, ja, voor het koppelen van, van uh, jouw bankomgeving raad ik je aan om even naar Support te gaan. Wat zien we hier? En in support kan ik uh, naar handleidingen gaan en uh, dan zie ik um, hier automatische bankkoppelingen, de handleiding van diverse bankkoppelingen. En uh, ja, daarin wordt je meegenomen, ik uh, kan er eens een openen, daarin wordt je meegenomen in pdf, uh, uitgebreid per regel van nou, hoe, hoe werkt alles, uh, hoe koppel ik het en uh, ja, wat krijg ik dan uiteindelijk uh, te zien. Um, dat waren de handleidingen in, in de supportomgeving. Nou, ik ga, zoals ik al zei, werken met, een, met het importeren van een los bankbestand. Um, ik ga naar boekhouden, invoeren en ik druk op importeren. Nou, ik um, uh, zie hier digitaal afschrift uploaden. Zo'n MT49 bestand uh, wat ik noemde, of een CSV bestand wat je bij je bank kunt downloaden. Uh, kun je hier uploaden. Ik ga hier zometeen dus een bestand kiezen en ik ga dat neerzetten op de rekening bank in dit geval. Nou, stel je hebt meerdere bankrekeningen, dan raad ik je aan om meerdere grootboekrekeningen aan te maken voor uh, elke bankrekening die je hebt. Het um, is misschien handig om daar een IBAN-nummer bij te zetten, uh, zodat je ook weet om welke rekening het gaat en dan kun je zo uh, bestanden importeren per bankrekening. Um, ik ga even uit van één bankrekening en die zet ik op de rekening 1010Bank. En ik zeg dubbele mutaties niet importeren. Dus um, stel nou dat ik in mijn bestand uh, even een dag overlap heb zitten met het vorige bestand wat ik geüpload heb. En dan pakt hij die dubbele mutaties eruit en die zegt die neem ik niet mee in het boekhoudpakket. Want anders staan ze er natuurlijk dubbel in. Ja, ik, ik, ga de, ik moet een, een bestand gaan zoeken. Nou, dat heb ik op mijn computer staan. En uh, dat heb ik in... Uh, uh, in, in dit geval in een uh, CSV-bestand. Ik druk op openen. Ik druk op verder. En er zijn 10 mutaties aangemaakt. Um, dat betekent: 10 bankregels heb ik aangemaakt. Dus er zijn nog niet 10 uh, boekhoudkundige mutaties gedaan, maar er zijn gewoon 10 bankregels uh, neergezet. Er waren geen dubbele te vinden. En ik heb nog geen boekhoudkundige mutaties gemaakt. Dus ik ga nu zien: 10 bankregels in mijn boekhoudpakket. Gaan dan niet verwerkte afschriftregels. Nou, en hier heb ik ze staan. Dit zijn dus mijn, uh, mijn zakelijke uh, uitgaven en, en uh, inkomsten geweest. Dus mijn zakelijk betalingsverkeer uh, voor uh, de start van mijn onderneming. We hebben dus onze bankgegevens nu geïmporteerd. Um, dat ziet er zo uit. In een, in een, uh, hier heb ik ze in een iets andere volgorde staan, maar uh, dit, dit zijn dezelfde bedragen. Um, ja, wat, wat voor smaken hebben we nou eigenlijk met die, met die afschrijvingen? Waar zijn we naar op, nou op zoek? Aan de ene kant um, hebben we die bankgegevens, aan de andere kant hebben we die factuurgegevens. En uh, die, bankomge die bankgegevens hebben, zijn of een bijschrijving, er komt geld bij, of een afschrijving, er gaat geld af. Nou, Aan die bijschrijving willen we een factuur koppelen als die er is. Dus we gaan eerst eens kijken welke facturen we hebben die we daaraan kunnen koppelen. Maar het kan ook zo zijn dat er een bijschrijving geweest is waarbij geen factuur was. Je hebt geld ontvangen waarbij geen factuur uh, te vinden is. Bijvoorbeeld een storting van het eigen vermogen. Nou, met afschrijvingen hebben we hetzelfde. Um, of er zit een factuur bij. Um, voor, uh, ik had net al kosten voor iets van uh, bol.com. Uh, of er zit geen factuur bij, bijvoorbeeld uh, afschrijvingen, leefgeld wat je aan jezelf uitkeert, of misschien bankkosten. Nou, als ik hier weer ga kijken, dan zie ik um, een bijschrijving, afschrijving, afschrijving, afschrijving. Hier weer een bijschrijving en de rest zijn allemaal afschrijvingen. En uh, een storting eerste kapitaal, nou ik weet al, daar zal geen, uh, uh, geen factuur uh, bij zitten, omdat het gewoon zelf gestort is. Um, laten we ze eens allemaal nalopen. Um, ik heb overigens um, een aantal voorbeeldfacturen gemaakt die hier aan gekoppeld zijn... Om jullie eens mee te nemen door die boekhouding. Dus door je echt een beeld te geven hoe dit in de praktijk werkt. Um, ja, ik heb dus een aantal facturen gemaakt en die gaan we bekijken. Ik heb hier bijvoorbeeld uh, een factuur van de Mediamarkt. Ik heb mezelf uh, een bedrijf, een fictief bedrijf, uh, bedrijfsnaam gegeven. Ik ben de boekhoudcoach en ik ben de heer Test. Um, en dit zijn dus mijn gegevens. En hier hebben we de gegevens van de Mediamarkt. En ik heb een telefoon gekost. Gekocht. Een Samsung Galaxy A12, uh, A174,99 euro, inclusief BTW. Nou, er staan nog meer, uh, uh, meer uh, data op die factuur. Um, laten we eens kijken of de betaling voorkomt. Nou, als ik hier kijk, dan zie ik de mediamarkt. Het factuurnummer klopt en uh, de, het bedrag klopt. Het mooie is als ik alles goed verwerk in het boekhoudpakket en het Bedrag komt overeen en het factuurnummer, zoals het bedrag en het factuurnummer allebei matcht, dan ben ik in staat om dadelijk deze regel, als ik de factuur verwerkt heb, automatisch weg te boeken. Dus dan hoef ik eigenlijk alleen maar mijn bankomgeving in te laden, mijn facturen in e boekhouden te zetten en juist te verwerken, en dan pakt hij de rest, regelt hij allemaal automatisch. Dus op het moment dat het bedrag niet meer dan 5 cent afwijkt en het factuurnummer klopt, boekt hij hem automatisch weg. De factuur van de Mediamarkt, dus die komt voor. Hier heb ik een factuur van bol.com met het factuurnummer 949805 voor 339 euro. Nou, ook die zie ik voorkomen op mijn bankbestand. Ik ga dus proberen dadelijk alles zo goed mogelijk te automatiseren hierin. Nu, ik heb nog een bom van het kaasbolleken en bij het kaasbolleken heb ik 11,25 euro. Uitgegeven. Dit is overigens geen echte factuur. Dit is gewoon een, een, een pinbonnetje. Um, ik heb wel per pin betaald. Um, ook die zie ik terugkomen uh, op mijn afschriften. Uh, de bankkosten van januari zie ik niet terugkomen. Daar zit namelijk geen factuur bij. Dan, um, mijn bedrijf Test Boekhoudcoach heeft een uitgaande factuur, een factuur verstuurd. Waarvoor een bedrag van 60 euro gefactureerd is, uh, mijn factuur 0001. Uh, zeg ik dat goed? 0001. Ja, mijn eerste factuur. Ook die uh, komt terug voor 60 euro. Ik heb een factuur verstuurd van 120 euro. Uh, met de factuurnummer 0002. Uh, die zie ik nog niet terug in mijn betalingen. En ook de factuur uh, van 82,39 euro zie ik niet terug. Het leefgeld wat ik mezelf uitgekeerd heb, zit geen factuur bij. En de bankkosten niet. Dus ik heb nu uh, al deze regels bekeken. Wat matcht er nu? Dus waar heb ik een factuur bij? Bij welk bankafschrift? Nou, bij die eerste, daar ontbreekt een factuur. Uh, die tweede hebben we kunnen matchen. De derde voor bol.com hebben we kunnen matchen. Bij de bankkosten zit geen factuur. Het kaasbolleken hebben we kunnen matchen. Um, het bedrag voor 60 euro, daar zit een factuur bij. We konden geen factuur vinden bij het bedrag van 82,39 euro. En het leefgeld, de 1,50 euro, bankkosten en het leefgeld opnieuw, daarbij zit geen factuur. En onderin heb ik een regel met vraagtekens gezet, omdat er nog een betaling moet binnenkomen. van de 120 euro die ik gefactureerd heb vanuit mijn bedrijf Boekhoudcoach. Nou, we gaan aan de gang om. Vanaf, vanaf dit punt uh, facturen te uploaden. En dat wil ik graag doen door jullie het digitaal archief te laten zien. Dus ik wil jullie graag meenemen naar het digitaal archief. Om daar uh, te laten zien hoe je facturen uploadt. Maakt niet uit of dat inkomende of uitgaande zijn. Uh, dat kun je doen door ernaar te mailen. Uh, dus je kunt mailen naar dat uh, digitaal archief. En ook je klanten kunnen daarna mailen. Uh, je kunt vanuit het digitaal archief. Scannen en herkennen. En wij gaan facturen verwerken vanuit het digitaal archief. En um, uh, ja, dan ga je zien dat, dit, uh, dat werken vanuit het digitaal archief een makkelijke werkwijze oplevert. We zitten weer in e-boekhouden in het, uh, in het uh, boekhoudpakket. En uh, ik zit nu onder het kopje boekhouden en ik zie hieronder digitaal archief staan. Nou, of ik nou naar facturen ga, hier staat hij weer. Naar relaties, hier staat hij weer. Uh, altijd onderaan staat digitaal archief. Nou, dat digitale archief zie ik als eigenlijk mijn grote bureaublad. En wat ik op dat bureaublad ga doen, is: ik ga er al mijn facturen op gooien. Ik ga al mijn facturen verzamelen op mijn bureaublad. En uh, ik maak op mijn bureau een onderscheid tussen twee dingen. Namelijk, dit moet ik nog doen. En dit heb ik al gedaan. Nou, ik moet alles nog doen op dit moment. Uh, ik maak een nieuwe folder aan. Die noem ik Te verwerken. En ik maak nog een nieuwe folder aan. Verwerkt. Dit is maar een manier om, om dit te doen, maar dat, dat houdt voor mijzelf uh, overzicht. Nou, te verwerken. Ik wil eigenlijk dat alles wat er binnenkomt bij mij in deze map terechtkomt. Dus ik wil dat alles in de map te verwerken uh, terechtkomt. Dan weet ik gewoon precies wat moet ik nog doen. Nou, wat kan er in zo'n map? Uh, wat gebeurt er in deze folder? Uw inbox voor mail en herken maken. Dus ik ga hier mijn postbus van maken voor. En daar uh, staat: hier, dit is uw mailbox voor mail en herken. Ik ga hier mijn postbus voor maken voor alle facturen die per mail binnenkomen. En dan ga ik ga ook al mijn facturen uploaden uh, via uh, deze map. Um... Ik wil meteen je even meenemen. Hoe kan ik nou een relatie toegang geven om hier uh, facturen naartoe te mailen? Nou, dit kan heel handig zijn. Hè? Dat, als je bijvoorbeeld een relatie hebt. Um, ik heb hier een lijstje relaties al ingezet. Ik heb bijvoorbeeld een relatie Bol.com. En ik weet Bol.com, die stuurt altijd van, um, vanaf uh, zijn uh, e-mailadres facturen Bol.com. Um, stuurt hij altijd de facturen die ik ontvang? Nou, Bol.com mag van mij zijn facturen meteen mailen naar, en dit is mijn administratienummer, zie je ook hierboven, at ebookhouder.nl. Dat betekent dat administratienummer dat uh, als Bol.com hierna mailt en ze hebben toestemming, komt hun factuur direct in mijn digitaal archief in de map te, verwer uh, te verwerken te staan. Dus ik, ik uh, maak het daar mezelf best wel makkelijk mee. Ik hoef niet meer te kijken. Dat komt gewoon allemaal in dat digitale archief staan. En uh, als ik dit vinkje aanzet, dan wordt die factuur ook automatisch herkend. Dus uh, mijn administratienummer of uh, accountnummer uh, herken het e uh, Dan zorgt hij dat hij meteen herkend wordt. Ik ga terug naar mijn digitale archief. En ik heb uh, nog geen facturen hierin staan. Ik heb ook geen uh, e-mailadres hieraan gekoppeld of wat dan ook. Dus ik ga nu laten zien hoe ik facturen upload. Um, er zijn verschillende manieren dus om je digitaal archief te vullen. Ook bijvoorbeeld uh, wat er in je app uh, gebeurt als je daar een foto maakt, komt dat ook hierin te staan. Dus voor mij is dit echt de verzamelplek van alle facturen. Nou, ik heb hier een bon van het kaasbolletje, de bol.com mediamarktfactuur en mijn bestuurde facturen. Ik druk op openen, ik start mijn upload en ik heb vijf facturen of bonnen in mijn digitale archief staan. Dus dit staat nu in mijn boekhoudpakket tegen een mooie grote, 66 KB. Dus het is niet zo dat mijn digitale archief meteen vol zit daarmee. Ik kan echt veel kwijt, zoals je ziet. Nou, wat is de volgende stap? De volgende stap is het verwerken van die facturen. Dus ik ga uh, mutaties aanmaken uh, vanuit deze facturen of bonnetjes. Um, ik liet straks als eerste de bon van de Mediamarkt zien. En uh, die ga ik nu verwerken. Um, voordat ik dat doe, wil ik nog even één keer kijken naar boekhouden, importeren. Om te zien dat hier 10 niet verwerkte afschriftregels staan. En ik ga dus aan de gang om deze uh, Mediamarktbon uh, factuurnummer 125284 te verwerken in mijn digitaal archief. Factuur van de Mediamarkt. Ik druk op de rechtermuisknop. Ik zeg invoeren als mutatie. Zoals je hier ziet, um, zie ik rechts. Uh, de factuur staan en ik zie links um, het boekstuk wat ik moet gaan invoeren staan. Nou, ik heb een factuur ontvangen. Dat klopt. Ik heb een factuur ontvangen van Mediamarkt. Relatie is Mediamarkt. Ik uh, heb deze relaties al uh, geïmporteerd. Dat hebben we in een vorige webinar gezien, ook hoe we die moeten importeren. Nou, die um, factuur is op 1 januari binnengekomen. Dat betrof een Samsung Galaxy A12 van 64 GB zwart. Uh, het factuurnummer neem ik over van de factuur 5284. De betalingstermijn is 14 dagen. Een boekstuknummer vul ik niet in. Uh, waarom niet? Dit krijgt dadelijk een uniek mutatienummer. En één uniek nummer voor een document is, uh, is uh, voldoende. Dus het boekstuknummer neem ik niet mee. Ik uh, voer een bedrag in inclusief BTW, namelijk het bedrag van 174,99 euro. De BTW op telefoons is hoog. En ik zet hem op de grootboekrekening Telefoon en Internet. Ik druk op opslaan en ik heb mijn eerste mutatie aangemaakt. Ik zie dan ook hier een plusje staan bij Mediamarkt. En dat plusje zegt mutatie 1, een factuur ontvangen. Um, ik ga naar uh, mutaties bij de overzichten. En ik zie daar inderdaad de eerste mutatie staan. Nou, voordat ik deze factuur verwerkte, uh, liet ik je nog even zien uh, hoe al die niet verwerkte afschriftregels eruit zien. Nou, ik ging terug naar uh, het boekhouden importeren. Ik zie hier nog steeds. De Mediamarkt staan. Nu druk ik hier op alle regels opnieuw automatisch verwerken. En dan uh, herkent de, het boekhoudpakket dat het bedrag overeenkomt. En als ik het factuurnummer goed ingevoerd heb, dat het factuurnummer overeenkomt. Ik ga alle regels opnieuw automatisch verwerken. Eén mutatie aangemaakt. En nog negen regels over. Nou, je ziet dus, dit gaat, uh, uh, dit gaat uh, ja, vrij makkelijk. Uh, normaal gesproken uh, laat je dus automatisch je bankomgeving in en, en is hij in staat dit automatisch te verwerken. Uh, dus ik heb nu, omdat ik het allemaal handmatig doe, uh, iets meer stappen nodig. Maar je zult zien dat dit dadelijk echt in één keer uh, heel snel gaat. Um, laten we eens naar de volgende factuur kijken. De factuur van bol.com. Ik ga terug naar mijn digitaal archief. Ik ga naar mijn map te verwerken. En ik pak de factuur van bol.com. Druk op de rechtermuisknop. Ik zeg invoeren als mutatie. Ik heb hier weer de factuur van bol.com staan. En uh, dit is weer een factuur die ik ontvangen heb. De relatie deze keer is bol.com. De datum is 1 januari. Het betreft hier twee verschillende dingen. Namelijk, ik heb boekhouden, boekhouden voor dummies gekocht. Uh, dat is een boek uh, en ik heb een Acer Chromeboek gekocht. Uh, het factuurnummer is 949805. De betalingtermijn was weer 14 dagen. Het boekstuknummer laat ik weer open. Maar ik kom nu dus uh, op het probleem dat ik eigenlijk aan één tegenrekening niet genoeg heb. Dus ik ben uh, nu genoodzaakt om een regel toe te voegen. Laat ik eerst eens kijken naar het bedrag wat er voor het boek staat. Dat is een inclusief BTW-bedrag van 40 euro. Op boeken zit BTW laag. En die zet ik op de grootboekrekening vakliteratuur. Nou, ik uh, voeg nu een regel toe. Regel toevoegen. Daar uh, pak ik het overige bedrag van 299 euro. Daar is de BTW hoog. En uh, ik zet die op kantoorbenodigdheden. Even kijken. Kantoorbenodigdheden. Zet ik mijn laptop neer. Um, dit bedrag is kleiner dan 450 euro. Want normaal gesproken als, een laptop, uh, als je bijvoorbeeld een laptop koopt die duurder is dan 450 euro, ja, dan moet je hem op een balansrekening zetten. Ik zet hem nu op een kostenrekening. Dus in de, in de rubriek 4000. En dit gaat dus meteen ten laste van mijn verlies en winst. Kan ik je straks ook laten zien. Ik druk op opslaan en ik heb mijn factuur van bol.com verwerkt. Nou, ik um, ga weer even terug naar importeren. Ik zie hier mijn niet verwerkte afschriftregels. En als ik uh, mijn werk goed gedaan heb, dan is deze regel weg als ik zeg alle regels opnieuw automatisch verwerken. Imitatie aangemaakt. En ik zie er zijn nog acht niet verwerkte afschriftregels over. Ik ga nog even terug naar mutaties. Want ik zie hier dat ik uh, vier mutaties heb, terwijl ik maar twee keer een factuur verwerkt heb. Nou, hoe komt dat? Uh, aan de ene kant het verwerken van een factuur uh, levert een mutatie op. En aan de tweede kant het betalen van een factuur levert een mutatie op. Dus ik zie ook hier, uh, het type mutatie is een factuur ontvangen. Dit was de factuur van de mediamarkt. Met, dit, uh, met uh, 125 284 als factuurnummer. En ik zie dat factuurnummer hier nog een keer terugkomen. Ik zie hier het bedrag terugkomen. Wat is hier nu gebeurd? Ik heb eigenlijk uh, ik heb iets, iets gekocht bij de mediamarkt. Uh, dat heb ik in de rubriek 4750 gezet, dat is een kostenrubriek. Uh, daarvan is gezegd, deze moet nog betaald worden. Dit wordt een crediteur. En hier zie ik de bankrekening. Hij is dus betaald. En hij gaat dus van de rekening crediteuren af. Uh, Zover hoef je uh, het, het boekhoudkundige proces niet in. Maar ik zie hier dus aan uh, dat die uh, crediteurenrekening, ik weet dat dat 1700 is, die, die vult zich. En die wordt weer leeggemaakt omdat er een betaling plaatsvindt. Um, dus twee mutaties per factuur: één van de factuur, één van bankafschrift. En ik zie hier weer precies hetzelfde. Wat is hier gebeurd? Ook hier zie ik de factuur van bol.com. Zelfde factuurnummer, zelfde bedrag. Um, hier zijn twee tegenrekeningen. Dat klopt ook: kantoorbenodigdheden voor de Chromebook. Um, en uh, vakliteratuur als tegenrekening voor boekhouden voor Dummiesboek. Ik zie dat is een crediteur geworden, oftewel, ik, ik heb die factuur ontvangen, maar ik heb hem nog niet direct betaald. En hier zie ik weer die 1700 en die 1010 terugkomen. Uh, mijn bankrekening en crediteuren uh, die afnemen. Ik zie ook aan dit uh, bestand uh, of aan deze mutatie is een bestand gekoppeld aan deze ook en dat zijn dus de facturen die wij gekoppeld hebben. Ja, ik hoop dat ik uh, dat dit uh, tot dusver uh, helder is voor iedereen. Um, ik ga weer terug naar mijn digitaal archief om de overige zaken te verwerken, want ik heb bijvoorbeeld uh, in dat digitaal archief um, ook een bonnetje staan. Dus ik heb geen echte factuur, maar een bonnetje. Nou, dat gebeurt natuurlijk. Um, wat ik je aanraad is om de e boekhouder app te downloaden. Uh, die heb je eigenlijk, je telefoon heb je uh, meestal wel bij de hand. Uh, wat ik zelf doe is, ik um, maak meteen, uh, als ik een bonnetje krijg ergens, een foto in de app, dan komt het via de app in mijn digitaal archief te staan. Uh, en dan kan ik het bonnetje eigenlijk bij de kassa al weggooien, als ik het uh, ingescand heb. En um, uh, ja, dan staat het dus in mijn boekhoudomgeving. Het Enige wat ik dan moet doen is, is aan het einde van de week of aan het einde van de maand of aan het einde van het kwartaal uh, die bonnetjes te verwerken. En uh, ja, ik heb hier dan alles wat ik moet doen op een rij staan. Ik ga kijken naar broodjeszaak kaasbolletje. Ik voer hem in als mutatie. Ik zie hier de bon staan van het kaasbolletje en. Uh, ik heb een stokbroodje rosbief en een stokbroodje Martino uh, uh, gebruikt. Ik boek hem gewoon in als factuur ontvangen. Um, ik pak dan als relatie het kaasbolletje. Uh, dan moet ik het bonnetje even zoeken. Ja, dit is ook op 1-1 gebeurd. Omschrijving. Um, broodjes. Ja, een echt factuurnummer bestaat er dus niet. Um, ja, ik kan bijvoorbeeld een autorisatiecode of wat dan ook invoeren. Um, dit wordt in ieder geval wat lastiger om dit uh, direct te herkennen. Ik zet die betalingstermijn, uh, ja, je rekent dat direct af, dus ik laat hem even op nul dagen staan. Um, bedrag inclusief BTW was 11,25 euro. De BTW op broodjes is laag en ik boek hem op representatie en verteer. Nou, ik uh, uh, boek hem en hij is direct weggeboekt. Nou, je ziet hier al, ik heb uh, drie bonnen of facturen waaraan ik al een mutatie gekoppeld heb. Oftewel, mijn werk voor deze facturen is gedaan. Ik selecteer deze, ik knip ze en ik plak, plak ze in de map. Verwerkt. Ik zie dus, ik heb nog maar twee facturen te verwerken. In mijn digitaal archief. Nou laten we dat even doen. Um, deze facturen, dit zijn omzetfacturen. En die heb ik uh, gewoon in Word uh, gemaakt in dit geval. Dus ik heb die, uh, je kunt ze ook in e book houden maken. Ik raad je dat uh, aan om, uh, om dat te doen, omdat het gewoon veel makkelijker is, een hele hoop fouten en een hele hoop tijd en werk scheelt. Uh, maar in dit geval, voor het voorbeeld, heb ik gewoon een verkoopfactuur in mijn digitaal archief gezet ik uh, voer hem in als mutatie. Um, ik heb in dit geval een factuur verstuurd um, en dat heb ik gedaan aan Jans schilderwerken. Um, die heb ik verstuurd op 1, -1 uh, ook op 1 januari. een boekhoud coach sessie hebben we gedaan. het factuurnummer is 00001. betalingstermijn is 14 dagen. Voer weer geen boekstuknummer in. Bedrag inclusief BTW was uh, 60 euro. De BTW is hoog. En ik boek hem op omzetgroep 1. Ik druk op opslaan. En ik heb uh, mijn factuur van de heer Jansen. Uh, aan de heer Jansen heb ik geboekt. Nu ga ik de factuur aan de heer Pietersen boeken. Voer hem in als mutatie. Ik heb hier een factuur verstuurd. Ik heb hier voor de heer Pietersen. Van Pietersen Lifestyle. Een uh, factuur. 1 januari. Boekhoud. Coach. Sessie. Twee keer. Factuurnummer. Hij nummert automatisch door zoals je hier ziet. Als je meer dan vier cijfers gebruikt. Dus mijn volgende factuur die ik nu uh, als verkoopfactuur inboek wordt 0,0003. Uh, betalingstermijn is weer 14 dagen. De, het bedrag is 120 euro inclusief btw. Btw hoog. En boek ik ook op omzetgroep 1. Ik druk op opslaan. En ik kan nu stellen dat alle facturen die ik in mijn digitaal archief had staan, heb ik nu bijgewerkt. Ik knip ze en ik plak ze in de map verwerkt. Ik zie ook, er zit overal een mutatie aan. Ik ga even bij mutaties kijken. En ik zie hier inderdaad facturen verstuurd, die van 120 euro, die van 60 euro. En een factuur ontvangen uh, van het kaasbolleken. Um, ook hier zie ik weer bij het kaasbolleken die rekening 1700 naar voren komen. Uh, dat betekent, ik moet die factuur nog betalen volgens mijn boekhoudpakket. Nou, ik kon net in mijn uh, afschriftregels, mijn niet verwerkte afschriftregels al zien dat het al gebeurd is. Dus ik moet die nog even matchen. Um, bij de verstuurde facturen zie ik de tegenrekening 1300 staan. En de tegenrekening 1300 is de debiteurenrekening. En debiteuren betekent dat ik nog geld ontvang van uh, deze mensen. Dus ik heb nog, van deze mensen moet ik nog het geld ontvangen. De tegenrekening 8000 is een omzetrekening. Oké, okay, um, wat ik ga doen: ik ga terug naar boekhouden importeren. En ik ga deze facturen eens matchen en kijken wat er gebeurt als ik dat automatisch doe. Automatisch verwerken. In mutatie aangemaakt. De mutatie die ik aangemaakt heb, is die van de betaling van 60 euro van een factuur. Dus daar heb ik factuur nummer 0001 is uh, betaald, zoals je hier ziet. Dus uh, die is uh, verantwoord. Um, wat ik hier bij importeren nog meer zie: ik zie dus het kaasbolleken, die is nog niet weggewerkt. Uh, dus het kaasbolleken is nog een open post. Ik vind ook wel even interessant om je mee te nemen naar overzichten op posten. Want als ik hier zeg open posten te ontvangen, dan zie ik hier staan, ik heb nog een open post debiteuren voor 120 euro. En dat klopt, hier heb ik nog geen betaling voor ontvangen. En ik kan ook naar crediteuren, wat ik nog moet betalen. En dan zie ik daar ook het kaasbolletje nog bij staan. Deze broodjes moet ik nog betalen. Ik heb hier een makkelijk overzicht om te zien, hey, dit moet ik nog betalen. Um, ik ga terug naar boekhouden, invoeren, importeren. En um, ik zie hier het kaasbolletje staan. En ik weet dus, die moet dus aan dat bonnetje gekoppeld worden. En hij doet het niet automatisch. Waarom niet? Het factuurnummer komt niet, staat niet in de omschrijving. Dus het factuurnummer komt niet overeen. Ik kan dan hier op hand, handmatig invoeren drukken. Um, en ik zeg dan nou, Dit is een. Uh, ik weet dat ik de factuur verwerkt heb, dit is een, een factuurbetaling verstuurd. Hier ontstaat: hier staat dan een, een vergrootglas en uh, ik kan hier open posten gaan zoeken. En hier zie ik hem staan: het kaasbolletje. Ik klik hem aan en ik selecteer hem. Ik druk op opslaan. De mutatie is opgeslagen onder nummer 9 en ik zie ook dat het kaasbolletje weg is uit mijn niet verwerkte afschriftregels. Dus ik heb nu kaasbolleken handmatig verwerkt. Als dus ik terug ga naar open posten en ik zeg te betalen, zie ik het kaasbolletje hier ook niet meer terug. Ik kan hier wel zeggen betaalde facturen weergeven en dan zie ik wel al mijn betaalde facturen staan. Dus ik weet precies wat ik hier betaald heb en wat niet. Um, dan. Ik ga weer terug naar boekhouden. Ik ga naar uh, importeren, want uh, ik zie hier nog een aantal betalingen staan. Uh, bij open posten, bij debiteuren, staat nog één factuur open. Nou, dat betekent deze factuur is wel correct ingeboekt, maar is nog niet betaald. Dus uh, ja, hier moet ik op wachten en ik kan hier uh, gaan aanmanen of een herinnering uh, gaan sturen. Een aanmaning of een herinnering. Maar ik kan hier dus precies zien wie moet er mij nog betalen en is de vervaldatum al verstreken. Um, ik ga terug naar importeren. En ik zie hier een aantal dingen staan. Ik weet bij die eerste, hier zit geen factuur bij. Hoe ga ik dit doen? Ik heb hier uh, geld vanuit mijn privé naar mijn zakelijk gestort. storting van mijn eerste kapitaal. Ik ga naar handmatig invoeren. Ik zeg ik heb geld ontvangen, dat klopt. Ja, er zit geen factuur aan of wat dan ook. Dus ik heb hem gewoon als geld ontvangen, boek ik hem. Heb ik op de bank ontvangen, dat is helemaal waar. Storting eerste kapitaal, lijkt mij een prima omschrijving. En ik heb 5000 euro is dat geweest. Ik heb daar geen btw over te betalen. En ik heb als tegenrekening beginkapitaal. Ik heb dus gewoon op mijn bankrekening geld ontvangen. En dat geld uh, ja, boek ik tegen als beginkapitaal. Mutaties is opgeslagen onder nummer 10. Dan gaan we terug naar de mutaties. En ik zie hier al mijn mutaties staan. Wat er ondertussen gebeurt, is ondertussen wordt mijn balans en mijn verliezen-winstrekening bijgewerkt. Dus ik heb hier een balans. En ik zie dus wat er op mijn bankrekening staat, wat mijn debiteuren nog zijn. Ik zie hier mijn beginkapitaal terug. Hier zie ik wat ik nog aan belasting terug te krijgen heb. En hier zie ik wat ik aan belasting moet betalen. Dus ik, die balans wordt dus automatisch bijgewerkt als ik mijn, uh, mijn werk als boekhouder netjes doe in dit programma. Uh, en ook mijn verlies- en winstrekening zie ik. Want ik heb een verlies van 10 euro. Dus ik heb 10 euro kosten gemaakt voor de broodjes. Dat is altijd exclusief BTW. Ik heb uh, kantoorbenodigdheden gedaan. Ik heb die telefoon gekocht. Uh, ik heb een, uh, een uh, boek gekocht en ik heb wat omzet gemaakt. Al met al heb ik verlies gemaakt in de eerste periode. Um, maar je ziet dus alles wordt continu bijgewerkt. Um, ja, we zijn bezig in die bankomgeving. Wat uh, nog heel handig is, is uh, automatische importregels. Waarbij ik dus uh, automatiseer uh, ja, een aantal verschillende betalingen, bijschrijvingen of afschrijvingen automatiseer. Um, ja, ik, ik neem je graag mee door de software, uh, naar de software om dat te laten zien. Ik ga even terug naar importeren. Met boekhouden, invoeren, importeren. En ik zie hier nog een aantal uh, niet verwerkte afschriftregels staan. Nu wil ik eerst even aandacht besteden aan die bankkosten. Ik weet, bij mijn bank wordt er geen factuur uitgedeeld uh, of opgestuurd voor deze kosten. Maar ik heb ook geen zin om elke maand uh, losse boekingen te doen. Nou, wat doe ik? Ik wil deze. En deze altijd automatisch verwerkt hebben. Nou, wat valt me op? Het is om de maand te doen. Uh, het is 1,50 euro elke keer en in de omschrijving staat steeds bankkosten. Ik ga naar automatische importregels bewerken. Automatische importregels bewerken. Ik ga een automatische importregel toevoegen. Waarbij het gaat om bankkosten. Waarbij het gaat om een afschrijving die groter is dan 1,50 euro. Waarbij het gaat om geld uitgegeven. Er is geen btw. En ik zet die op de rekening bankkosten neer. Dus nog een keer. Ik heb uh, afschriftregels waarbij de omschrijving, de tekst bankkosten voorkomt. Uh, waarbij het gaat om een afschrijving die 1,50 euro is. Dan is het geld uitgegeven. Het is geen btw. En het is bankkosten. En ik zet hem op actief. Ik druk op opslaan. En um, ik ga terug naar de automatische importregels. En als ik nu zeg alle regels automatisch verwerken, dan is deze, sorry, deze hier, de bankkosten voor januari en de bankkosten voor februari zijn dan uh, weg. Twee mutaties aangemaakt. Alles wat vanaf nu aan deze voorwaarden voldoet, dus. Elke keer als zo'n betaling bankkosten heeft staan en 1,50 euro is, dan uh, boekt hij me automatisch weg. Nou, je kunt je al voorstellen, dit kun je met heel veel uh, dingen zo doen. Um, hier heb ik bijvoorbeeld mijn leefgeld. Ik uh, ontvang vanuit mijn zaak maandelijks een bedrag om van te leven. Um, ik ga die ook verwerken. De omschrijving is leefgeld. En het gaat om 1400 euro. Automatische importregels bewerken. Toevoegen. Waarbij het gaat om leefgeld, waarbij het een afschrijving is, die is groter dan 1400, kleiner dan, nou stel maar dat dat varieert, ik heb nu tussen de 1400 en de 1600 staan, geld uitgegeven, daar zit geen btw op en dat is een privéopname of een storting. Ik druk op opslaan, hij is aangemaakt en als ik nu op alle regels opnieuw automatisch verwerken druk, nou dan zijn ook die weg. Dus je ziet al, de volgende keer dat dit gebeurt, hoef ik er niet eens naar te kijken, want dan is hij automatisch weggeboekt. Zie ik hem automatisch, uh, vind ik hem terug uh, in mijn mutaties en in mijn overzichten. Um, ik heb er nog één over um, één regel over. En ik heb hier geen, um, ik heb hier geen uh, factuur van. Wat is hier aan de hand? Ik heb uh, een privé-uitgave via mijn zakelijke rekening gedaan. Ik weet dat dat regelmatig uh, voorkomt bij ondernemers dat even niet het goede pasje bij en uh, dat er uh, wat geschoven wordt. Nou, hoe los ik dat op? Nou, ik ga uh, met uh, dit bedrag en uh, deze omschrijving. Ik wil dit gewoon wegboeken. En dit is uiteindelijk dus een privé uitgave geweest. Dus wat ga ik doen? Ik ga doen alsof ik een privé opname heb gedaan hiervan. Ik heb dus zakelijk geld uitgegeven. En dat moet eigenlijk privé zijn ik ga naar nou handmatig invoeren er is dus geen uh, factuur gedaan uh, factuur uh, ligt er aan de grondslag uh, ik heb geld uitgegeven via de bank ik schrijf hier even bij privé uitgaven um, er is geen btw naar privé en als tegenrekening zeg ik een privé opname of storting ik druk op opslaan en al mijn verwerkte afschriftregels zijn weg. Dus mijn, uh, al mijn bankbetalingen zijn nu verantwoord. Het enige wat ik nog heb is bij open posten een debiteur die open staat omdat hier de betaling nog van ontvangen moet worden. Ik uh, uh, heb dus mijn facturen geboekt. Ik heb mijn, uh, uh, in mijn bankomgeving uh, van alles gedaan om te zorgen dat ik de zaak kan automatiseren. En nu wil ik even aandacht besteden aan alle overzichten en um, ja, wat daar precies gebeurt. Um, ik wil even gaan kijken met jullie naar de balans. Wat staat daar nou precies? Naar de resultatenrekening, uh, naar de mutaties, naar de open posten, naar het importeren, naar het bankoverzicht. En misschien wel leuk om ook even te kijken naar de btw-aangifte. Bij boekhouden overzichten begin ik met de balans. Nou, wat was die balans ook alweer? Heel kort was dat het. Overzicht van alle bezittingen van een bedrijf, dat noemen we Activa. En alle, de manier waarop dat gefinancierd is, dat noemen we Passiva. Nou, ik zie dus hier hè, laat ik aan de financieringskant beginnen. Ik zie dat ik zelf 5000 euro beginkapitaal ingelegd heb en dat ik uh, ja, nog een schuld heb bij de Belastingdienst van 31,24 euro. Um, aan de activa aan de bezittingenzijde zie ik dat er op mijn bankrekening nog 1649 euro staat. Ik heb een debiteur, dus ik krijg nog 120 euro. In dit geval van Pieterse Lifestyle. Um, ik heb uh, privéopnamingen uh, gedaan van 2 keer 1400 euro. En nog van 82,39 euro voor uh, uh, de privéuitgaven die ik gedaan had. En ik heb hier voorbelasting. Dat is een vordering op de Belastingdienst. Dus ik krijg nog geld van de Belastingdienst. Ja, wat ik nog kan zien is, stel nou ik wil weten, hè, die 120 euro, hoe zit dat nou? Dan kan ik hier op de code klikken en dan opent hij het grootboek uh, voor debiteuren. En dan zie je dus, oké, okay, um, het saldo is 120 euro. Ik had hier 60 euro voor factuur 001. En dat is ook die 60 euro voor factuur 001 uh, die betaald is. Dus die streedt hij tegen elkaar weg. Het enige wat nog open staat is die 120 euro. We kijken nog een keer naar de balans, overzicht van bezittingen en van de financiering daarvan. Dan het volgende schema wat automatisch bijgewerkt wordt is de winst en verlies. Nou, die winst en verlies eh, zie ik hier staan. Dit zijn allemaal kosten in rubriek 4. Dat hebben we in een vorig webinar eh, besproken. Kosten in rubriek 4 en we hebben omzet in groep 1. Nou, verlies door representatie en verteer. Mijn broodje was dat. Mijn bankkosten zijn 3 euro. Kantoorbenodigdheden, uh, dat was mijn, uh, mijn Acer uh, Chromebook, uh, 247 euro. Telefoon en internet was mijn uh, Samsung telefoon. En ik heb voor 36,70 euro het Boekhouder voor Dummies Boek gekocht. Ik heb omzet uh, twee keer, namelijk Pieterse Lifestyle, heb ik omzet opgeboekt. En op uh, Jans Schilderwerken. Um, je ziet dus, die omzet wordt wel al geboekt. Terwijl het geld nog niet binnen is. Dus je bent in Nederland, uh, werken we bij de meeste bedrijven uh, standaard volgens het factuurstelsel. Dat betekent, je moet de winst of het verlies nemen op de datum van de factuur. Nou, ik kan hier op grootboekniveau zien wat er gebeurd is. Dus welke grootboeken heb ik gebruikt? Hier zie ik al mijn grootboeken staan. En ik zie dus, dit is er allemaal via de bank gebeurd. Dus ik heb al die bankbetalingen. Uh, ja, uitgelegd wat daar gebeurd is. Um, ik heb hier uh, de debiteurenrekening. Er is één keer op de beginkapitaalrekening iets gebeurd. Privéopnames en stortingen zie ik hier hoe dat tot stand komt. Ik heb hier belastingrekeningen. Dus hoe komt die voorbelasting tot stand? Voorbelasting is belasting die ik terugkrijg. Hoe komt de belasting die ik moet afdragen tot stand? Nou, dat zijn de twee verkoopfacturen. Um, de crediteuren staan hier allemaal en die worden dan continu tegen elkaar weggeboekt. Dus die crediteur ontstaat en op het moment dat ik hem betaal, valt hij weer weg als uh, crediteur. Nou, dat zie je hier. Kaasbolken, 11,25, één keer Activa en één keer Passiva. Dus die kunnen we tegen elkaar wegstrepen. Deze kunnen we tegen elkaar wegstrepen. De uh, boekhouder voor Dummies en de Acer Chromebook. En de Mediamarktbetaling voor mijn telefoon kunnen we wegstrepen. Uh, bankkosten zien we hier staan, kantoorbenodigdheden. Ja, al met al kan ik gewoon heel mijn boekhouding zien wat is er nou precies gebeurt. Ik ga de mutaties kijken. Daar zie ik alles onder elkaar staan en daar zie ik dus ook precies wat er allemaal uh, gebeurd is. Uh, mocht je hier nou ooit fouten in maken, mijn advies is verwijder nooit een mutatie. Dus of geef een tegenboeking, uh, dus ma maak een memoriaalboeking uh, daar tegen. Of uh, werk hem bij en zet hem op 0 euro en zet erin wat je gedaan hebt, maar verwijder hem nooit. Bij open posten ga ik kijken en dan zie ik, ik heb nog één factuur um, uh, te ontvangen. Ik heb een wanbetaler. En ik heb geen crediteuren meer te uh, betalen. Ik kan hier wel zien bij betaalde facturen weergeven wat ik al betaald heb aan facturen. En ook wat ik al ontvangen heb. Dus een is er: deze is al volledig ontvangen, deze nog niet. Wat nu heel mooi is en uh, wat echt uh, top is, is als je nu bij aangiftes gaat kijken en je gaat naar de BTW-aangifte. Um, ik pak hem per kwartaal. Dan zie ik hem hier gewoon helemaal klaar staan. Dus mijn BTW-aangifte staat hier helemaal klaar al. Dus je ziet, hij neemt echt alles mee uh, in het boekhoudpakket. En als jij gewoon. Net als je factuur en je bankomgeving inboekt, dan uh, um, ja, werkt alles automatisch voor je. Um, je ziet, nu neem ik best wel de tijd per factuur, omdat ik het moet uitleggen. Maar als ik dit uh, zelf moet doen, ja, dan, ben ik, uh, dan kan ik echt veel uh, werk verzetten. Uh, en jullie kunnen ook, als jullie hiermee aan de gang zijn, uh, thuis en je krijgt er wat handigheid en snelheid in, uh, ja, heel veel werk verzetten in uh, weinig tijd. En uh, zeker ook omdat je gewoon heel veel kunt automatiseren. Dus zoals je al zag, als je de bedragen goed invoert uh, en de factuurnummers, dan boekt hij ze automatisch weg. Um, als je uh, automatische importregels op een goede manier gebruikt, boekt hij een hele hoop dingen automatisch weg. En dan heb je eigenlijk uh, ja, geen omkijken naar je boekhouden. Is, uh, boekhouding is uh, veel gezegd, maar dan maakt het wel echt een heel stuk makkelijker. Je kunt overigens hier ook die B2-aangifte uh, hier verwerken in de boekhouding. Je zult, dat zal ik zo doen en ik kan hem hier elektronisch versturen. Dus die BTW-engifte is, als je alles goed gedaan hebt, nog maar een paar minuutjes werk, of nog, nog niet eens een paar minuten. Um, ik ga even naar de balans terug. Het overzicht: de balans. En ik zie hier voorbelasting en BTW af te dragen, allebei in die 1600-rekening. Dat zijn uh, balansrekeningen. En um, deze gaat hij dadelijk met elkaar verrekenen op een BTW-rekening-courant. Ik ga terug naar de BTW-aangifte. Ga naar verder. Ik zeg opnieuw verwerken in de boekhouding. En er zijn twee mutaties aangemaakt, 16 en 17. Nou, laten we eens kijken wat ertoe geleid heeft. Ik zie hier tegenrekening steeds uh, in de 1600 en 1650 en 1630 zie ik uh, voorbij komen. Um, een memoriaalboeking heeft hij daarvan gemaakt. Nou, als ik nu naar balans ga. Dan zie ik dat de btw die ik mag ontvangen 55 euro is. En hier zie ik uh, afgerond nog openstaan welke btw ik nog moet ontvangen. Uh, en welke btw ik nog moet afbedragen. Waarom staat dat nog open? Nou de Belastingdienst zegt altijd afronden op hele euro's. Dus de rest parkeert mijn boekhoudpakket voor een volgende keer. Ja dan hebben we dit geloof ik gezien. Eens even kijken. Wilde ik hier nog meer aan laten zien. Ah btw aangifte. Ik heb hem al verwerkt in de boekhouding en ik kan hem hier elektronisch versturen. Als ik gekoppeld ben met de Belastingdienst, kan ik vanuit hier de aangifte ook elektronisch naar de Belastingdienst sturen. Moet ik moet nog wel even zorgen dat die betaald wordt. Nou, welke overzichten hebben we nu gezien? De balans, de resultatenrekening, of de winst- en verliesrekening noemen wij hem in e-boekhouden. E um, mutaties. Open posten hebben we gezien. Uh, het bankoverzicht en importeren. En we hebben ook meteen gekeken naar de btw aangifte nou wat hebben we vandaag gedaan? We hebben bankgegevens geïmporteerd. Um, ja nogmaals ik raad aan om echt met die bankdata te werken ook. Dus niet handmatig de bank uh, uh, gaan bewerken of wat dan ook. Gewoon je gegevens inladen uit je bankomgeving middels of een automatische koppeling of uh, CSV of mt 49 bestand. Um, ik zal je ook uitleggen waarom ik dat uh, uh, aanraad. Um, die bankdata die klopt altijd. En dan heb je dus in je boekhoudpakket altijd dingen staan die gewoon 100% juist en accuraat zijn. En dan kun je dus gewoon werken met feiten en dingen die 100% correct zijn. Nou, wat hebben we nog meer gedaan? We hebben facturen verwerkt uh, vanuit het digitale archief. Um, we hebben facturen uh, gekoppeld aan betalingen die gematcht Nou, we hebben daarbij ook gezien dat als we ons werk goed doen, dat er een groot deel vrij automatisch of geautomatiseerd uh, gaat. We hebben de overige betalingen verwerkt, zoals uh, een privéuitgave uh, die met de zakelijke pas gedaan is. We hebben het leefgeld verwerkt en we hebben de bankkosten verwerkt. Uh, we hebben ook gekeken naar een uh, debiteur die nog open stond. We hebben kennis gemaakt met het digitale archief en met automatische importregels. Dus um, ja, vanaf dit punt kunnen we stellen dat we echt uh, aan het boekhouden zijn en... Um, uh, ja, dat we daar steeds beter in worden en dat het steeds makkelijker wordt en dat we software steeds beter gebruiken. Wat ik in ieder geval nog even wat ik op wil wijzen, is op het volgende: um, in de e-boekhouder zit een support afdeling, de supportknop. Nou, die supportknop, als je die indrukt, dan heb je hier de knowledge base. Nou, hier kun je al tal van de zaken zelf vinden. Dus stel ik heb een vraag over het digitaal archief. Dan heb ik hier al een hele hoop zaken die je kan vinden over het gebruik van het digitaal archief. Daarnaast zijn er handleidingen te vinden over allerlei zaken. En Er zijn een tal van, van videotrainingen die je kunt bekijken, die je nog eens rustig in je, in je eigen tijd op je eigen momenten kunt terugzien. Wat ik ook nog wil aanraden, is een gratis cursus boekhouden. Die kun je vinden via www.gratis cursus boekhouden. Maar je kunt hem ook gewoon hier via gratis cursus openen. Als laatste wil ik even laten zien waar je contact op kunt nemen met de helpdesk. Uh, dus heb je opmerkingen of heb je uh, vragen, kun je ze mailen. Um, binnen kantooruren uh, 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 geven wij binnen 15 minuten antwoord. Um, je kunt hier dus. Alles kwijt aan vragen, opmerkingen, noem het op. Um, ja, ik ben hiermee aan het einde gekomen van dit webinar. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie aandacht. Uh, ik wil jullie ook wijzen, dit zit in een serie webinars. Dit was het derde webinar. En uh, er komen er nog een aantal um, waarin we jullie dus steeds verder e-boekhouden mee innemen en uh, van jou een steeds betere boekhouder maken. Nogmaals, dank jullie wel voor de aandacht en uh, ik wens jullie uh, een uh, hele fijne dag nog.